Michael, jij gaat met jouw pallet naar verdieping 9. D5 is jouw coördinaat. Jerry, jij gaat met twee pallets tegelijk. Zie je, kijk, je had gauw zo'n afscheid door je hoeven. Verdieping 12 ga je naartoe. En die moet er niet recht in, die pallet, want de hele boel staat daar scheef. Dus zet hem er scheef in. Doe maar net als thuis, bij de scheef erin, de rechter naast. Kom je doen? Oh, je kon kijken natuurlijk, je kon kijken, je bent een vreugdevuren. Welkom op Scheveningen, maar je bent veel te vroeg, joh, we zijn al bezig. We zijn aan het barben, dat gaan we wel voor je eigen doen, hoor. Nou, eigenlijk is het wel mooi dat u er bent, wat u van vroeger bent. Dan kan ik namelijk even wat uitproberen, want het is namelijk zo, ze hadden mij gevraagd dit jaar om bij de grote vreugdevuurverbranding om een toespraak te houden. Dat wil zeggen, of ik een gedicht wilde voorlezen vlak voordat de fik erin gaat. En ze zeiden tegen mij, Aartje, jij bent leuk met woorden, maak jij nou eens een gedicht. En die jongens vinden dat leuk, die jongens respecteren jou, je hebt overgewicht. Dus nou ben ik gevraagd om zo direct, 11:55, als de fik erin gaat, vlak daarvoor, een gedicht voor te dragen. En dan hang ik dus in een bakkie, in een kraan, tussen die twee vreugdevuren in. En dan hopen we natuurlijk dat die kraan blijft staan, dat die niet ontpleurt. Zoals dit jaar, wat was dat weer? Alphen in de ren, precies. En dan kom ik uit, dan kan ik even kijken of het gedicht een beetje aanslaat, want dat moet natuurlijk wel hout snijden. Nou, dan wou ik als volgt beginnen. De zee. De zee geeft. En de regering neemt. Nou, mijn neus is de enige plek waar er wat te halen valt. Is dat? Hey, mooi hier, hè? Moet je nou eens kijken. Is toch prachtig, Scheveningen? Kijk daar, joh. Het is toch gewoon een panorama-mesdag? En dat is het mooie van deze plek, jongens. Want je hebt de zee, het eeuwige. En je hebt de pallets, dat is zeg maar het tijdelijke. En je verbindt dus het eeuwige met het tijdelijke met elkaar. Je verbindt de elementen met elkaar. Met behulp van de jerrycan diesel uit de Volkswagen. Hoewel we dit jaar moeite hebben om de tankdop open te krijgen. Dat schijnt iets te maken te hebben met de software. Nou, dan duwen we toch die hele Volkswagen erop. Ja, je mist dat toch wel. Kijk, die pallets zijn leuk hoor, al dat hard. Maar je mist toch de geur van het rubber, hè. Vooral die autobanden. Precies. Vroeger ging je kerstbomen razen. Hey, dan ging je op zoek naar de kerstbomen van de tegenpartij. En dan zag je een spoor van dennennaalden. En dan volgde je dat spoor en dan kom je uit bij een schuurtje. En dan wist je, daar liggen de kerstbomen van de tegenpartij. En dan ging je s'nachts naartoe met je maten, koevoetje erbij, dan deed je die deur open. En dan stond er binnen altijd een vader van een van die gasten, die sloeg je met een looie pijpen terug naar huis. Ja. Ja. Nou, afijn. Een man is gedeeltelijk gemaakt van hout. Maar je komt op een leeftijd dat je het niet meer houdt. Dit is het lichtste object op aarde. Alleen de gedachten krijgen hem al omhoog. Nou ja, de laatste tijd niet meer. Zou je vertellen, vroeger kon ik er een raam mee inslaan. Tegenwoordig ken ik er een raam mee zee mee. Maar ook een vrouw is gedeeltelijk gemaakt van hout. Je begint met een bos hout voor de deur. En je eindigt met een theekolle treurig. Zie je hoe ik de elementen met elkaar verbind? De man en vrouw met alle elementen hier bij elkaar. Want er zitten hier een hoop elementen bij elkaar. Ook criminele elementen natuurlijk. Want we hebben allemaal een autoriteitsstoornis hier, hoor. Ik helemaal. Ik heb een hekel aan een keertje, jongen, dat wil je niet geloven. Zoals in Den Haag zeggen, liever mijn zus als hoer dan een agent als broer. Zie je ze staan, dan moet je eens kijken. Kijk, dan 18 meter hoog hè, staan ze, 18 meter hoog. Zijn ze toch nog een soort van hoog opgeleid. En dan komt het als je ze een doel geeft. Als je ze een doel geeft, dan gaan ze ervoor. En als dat doel vernietiging is, dan gaan ze er helemaal voor. Oh, dat is trouwens ook een mooie zin. Wacht, schiet mij even wat te binnen. Want in een puinhoop schuilt ook hoop. Nou, je moet ze een doel geven, joh. Testosteronbommen zijn het, hoor. Dat zijn niet alleen die moslims. Hoewel we er eigenlijk weinig moslims bij hebben hier. We hebben geen enkele bruin ook. We hebben één zwarte, dat is Hans. Die heeft vorig jaar te dicht bij het vuur gestaan. Ja. Er zit ook geen Chinees bij, ook. Terwijl tegenwoordig alles wordt overgenomen door de Chinezen. Kijk maar naar ADO, hè. ADO is tegenwoordig meer geel dan groen. Je hebt een nieuwe eigenaar, meneer Wang, en die kom je naartoe voor de know-how. Niet te verwarren met nie-how, dat is heel wat anders. Maar die schijnt slecht van betalen te zijn, hè, die gozer, die Wang. Dat is een Wangbetaler, is het. En dan zeggen ze dan mooi naar Peking, dan moet je hem op gaan zoeken. Nou, prettige wedstrijd, zoek de verschillen.
Trouwens, met die rook die er hangt, want ze hebben last van smog ook, hè? Vind je hem ook nooit? Last van smog? Als je daar zorgens wakker wordt, dan hoor je vogels kuchen. Maar goed, dat is mijn no hat. De waarheid zit in het hart. Iets had of iets had niet. En als je blij bent met je wijf, dan zeg je, ik had van jou. Maar er is bij mij thuis een hoop van te halen. Ik zou niet willen zeggen dat ze dik is, maar de printer is nog bezig met het printen van de vakantiefoto's. Die van mij is zo dik, jongen, als wij thuis een triootje zouden doen, ik zou die andere vent never nooit tegenkomen. En zelf zegt ze altijd, ik ben niet dik, ik ben gewoon makkelijk zichtbaar. Mooi, hè? Ja. Ze is bij de hand, en daarom haak ik van, we hebben ook een dochtertje, we hebben één dochtertje, Sherita. 6 jaar oud, net zo bij de hand als de moeder. Die komt van de week thuis van school, ze zegt, papa, hoe denk jij over abortus? Ik zeg, vraag dan maar aan je zusje. Nee, je moest ze bezighouden hier, dat is het hele eiereten. Je moest ze gaan bezighouden. En niet alleen in de winter, maar ook van de zomer natuurlijk. Van de zomer heb ik een barbecue georganiseerd. Voor de jongens een straatbarbecue, maar ik had allemaal geen barbecue. Toen ben ik naar de Gamma geweest. En toen zei de verkoper, meneer, u kent net zo goed een paar stenen in een kringetje leggen op het gras. Dat is ook een barbecue. Ik zei, nou doe me dat dan maar een stuk of 1000, ik woon op de 5e verdieping. Ja, het ziet er misschien uit alsof ik niks aan het doen ben, maar op moleculair niveau draai ik overuren, hè. Ze zeggen tegen mij altijd, Azië, jij bent zo goed met woorden, ze noemen mij wel eens het orakel. Laatst zei ik bijvoorbeeld, toen zei ik, verstand legt nergens in de aanbieding. Dus. Vind je van mijn mail? Het is echt een mail, hè. Het is echt een mail, hij krijst, hij maakt rotzooi, hij scheidt de hele boel onder. Ik noem hem Geert. Maar geen foto's maken, want ik zie gelijk de smartphones tevoorschijn komen. Niet doen, wij willen hier geen foto's hebben, is levensgevaarlijk in de buurt van de berg. Gaan ze een selfie maken op zo'n berg? Wat is dat voor een rare eigen kikkerij, selfies? Kom maar uit het Engels, hè? Dan heet het selfish. In Scheveningen, schelvis. Je moet uitkijken op zo'n berg, jongen. Dit jaar was er een gozer in Maleisië, die liet zijn broek zakken, die maakt een selfie. Een week later vinden er 20 doden door een aardbeving. Dan vraag je je eigen toch af wat ze in Groningen met elkaar buiten zitten vreten. Maar dat terzijde. Nou, dan wou ik dus eindigen met de zee. Groot zaadhart, dat alles smacht, die ja benacht en ook verwacht, in haar zilte boezem vank en altijd geeft wat jij verlangt. Is dat? Mooi, hè? Dat dacht ik ook. Wat is er aan de hand? Thierry heeft zijn poot verzwikt. Ja, dat zei ik nog zo, 2 pelletjes is veel te veel. Gooi de ijs op. Als je last hebt van de zwelling, moet je de ijs op doen. Heb ik thuis ook geprobeerd, maar ze blijven gewoon dik. Kijk, zo'n vreugdevuur is eigenlijk hetzelfde als het leven. Het gaat erom wie de grootste hebt en wie het het langste vol had. En uiteindelijk gaat ook de fik erin. Maar doe dan net als ik en zorg dat er nog wat te lachen valt bij zijn crematie. Als je je eigen laat cremeren, net zoals ik, zorg dan dat er 5 kilo popcorn in je maag zit. Ga je er in ieder geval knetterend uit. Nou, we hebben dit jaar afscheid moeten nemen, moet ik nog even vertellen, van Louis. Louis, fanatieke ADO-aanhanger. Misschien wel de meest fanatieke ADO-aanhanger die er was. Wat luister? Louis legt op zijn sterfbed. Louis gaat dood. Louis kreeg een uitslag van de dokter. En de dokter zei 10. Louis zegt 10 wat? 10 weken? 10 maanden? Toen zegt die dokter 9. 8. 7. En toen lag Louis op zijn sterfbed en toen zijn we langs geweest met de jongens. Ik zeg, kennen we wel voor je doen? Toen zei Louis, nou, ik heb 1 grote wens nog. Ik zeg, Louis, zeg het maar, we gaan het voor elkaar krijgen. En toen zei hij, ik zou graag willen dat de voorzitter van Ajax langskomt. Toen heb ik Henny Heenrichs gebeld, voorzitter van Ajax. Ik zeg, dit is zo. Hij zegt, dat komt mooi uit, ik ben morgen in Den Haag. Kom ik langs voor die man, dat doe ik. Dus Henny Heenrichs staat bij Louis als een sterfbed. Hij zegt, wat kan ik doen? Zegt Louis, nou, ik zou graag lid worden van uw supportersvereniging. Hij belt op, hij zegt, het is geregeld, je staat in het systeem. Maar waarom wil je dat? Waarop Louis zegt, ik heb liever dat er een supporter van Ajax doodgaat.